Ja, misschien anders moet je in mijn oude dingen. Ja, dat is wel. Ja, ik kan het niet. En die bellen. Maar niet bel. Oeh, serieus? Lekker. Die bel. Ja, ik kan het niet in deze rust. Ja, kom maar. Kom op. Prinses op de eind. Ja, kom maar. Het is eigenlijk echt? Ja. Oh, weten jullie wat dat was? Wat dat in boom is dit? Zo belde. Als het allemaal haar is. Dit vind ik echt haar. Puntig. Nee, ja, dat is gewoon de boom. Misschien beschermt hij al zichzelf of zo? Tegen de hitte. Hey! Wij scheren het in de boom. weten jullie nog het verhaal van Engels? Oh, wat schattig. Oh, wat bijzonder. We hebben heerlijk gegeten. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Deze dag ga ik een dagvlog maken, of zoals je dat noemt, wat ik vandaag allemaal doe. En ik ben net met mijn vriendin naar de Gamma geweest. En ze gaat hier even stuk. En we hebben verf gekocht, nou heel lang, want dat moest ik al heel lang doen. En ja, ik heb een kwast gekocht. Heel random, maar deze crème-achtige, want ik had nog een beetje wit-achtige, koelachtige wit. Maar ik wilde warm, dus ja. Sorry, ik maak het geluid. Asme. Oké. En deze kleur, alleen ik denk niet dat het erop staat, dat is een beetje jammer. De kleur herfstachtig van de Gamma. En ik heb 2 potjes van 100 ml. En als het de goede kleur is, als ik meer nodig heb, ga ik misschien wel nog één kopen. Serieus goedkoop joh, 3 euro. Alles wat bij elkaar was 13 euro. Ik verwachtte 30 euro, dus ja. En ik heb geen geld, dus de kwast. Nu gaan we naar een kringloopwinkel, dus ik moet filmen. Dus moet ik even aan denken. Maar ik hoop echt dat die kleur echt leuk is, want dan ga ik vandaag gelijk verder. Vind ik leuk. Dan ga ik allemaal accessoires mee filmen. En mijn hand is serieus. Maar dat dus. Tot zo. Of ja, je ziet sowieso dat. Maar ja, doei! Hallo. Ik vind het super mooi. Dat vind ik op één puzzelstukje. Op een paard. Die zit ook nog mooi. Deze doos is weer echt massaal. Ja. Dit is geen paard. Oh, die is wel vet. Ik weet niet welke het is. Oeh, die is nice. Zeker 1000. Deze vind ik mooi. Deze is mooi, man. Deze is ook mooi. Ik vind eigenlijk in principe alleen geen paarden mag doen als je paarden haat. Ja, die speel die zou ik doen. Ja, dat is wel echt saai. Moeilijk. Ja, ik doe zo'n stukje. Ja. Die regenbogen mooi. Ja, die ga ik echt niet doen. Die is... Dit? Oeh, die is niet mooi. Ja, ja, dat wordt hem. Even kijken of er niet op zichzelf een stukje mist. Want dan is dat ik hem niet zeggen moet, hoor. Ja. 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 Ja.
Ik wil een gouden fotolijst. Vorige keer heb ik er één gekocht. Nu de andere. Rest in peace. Deze wil ik. Eén. Dat is een beeld hoor. Ja. Zin van niet. Oké, dat is nog. Nou, omdat ik weet wat ik wil. Dat is letterlijk wat het is. Oh, ik kan je flux van de groep in. Heerlijk, chillen. Oh, dit. Deze ding. Ik zou deze. Deze maar open, dan echt een stukje. En dan echt kleine. Dat is echt niet oké. Okay. Nee, ik ben echt niet. Nee, ik ben echt niet. Oh nee. Hey, hey, daar zijn we weer. Deze vriendin heeft een puzzel gekocht. Van Zwitserland. Ik weet niet veel wat het is. Ik dacht Oostenrijk. Oké, dat is het. En ik heb een. Oh, het beeld. Ik ben hier zo niet goed in. Ik heb. Dit een fotolijstje gekocht met allemaal gouden randen. Dus dat is interieur. Check. Deze is de grootste. Waar nog een grote? En deze. Ja, en ik heb ook nog een groen ding gekocht. En wat gaan we nu doen? Geen idee wat ik nu ga doen. Oh. Deze. Maar deze ga ik verven met die verfpotjes. Ik zie er echt een beetje verwaarloosd uit, maar prima. En we gaan denk ik nu om een ijsje. En daarna gaan we ook naar een plantenwinkel. Nee. Nee. Ik heb ook geen geld om planten, maar ik vind het wel heel leuk. Nee, ik heb genoeg van haar gevraagd. Ze wou eigenlijk ook niet naar de Gamma. En dat moest. Ze had beloofd. Dus zo is het helemaal. Ja. Maar dat is. Zo lekker moet je zien. Nou jongens, ik heb deze heb ik erin gedaan. En ik ga nu, hier zijn die fotolijsten. En ik ga nu, deze wil ik wit of crème-achtig verven met deze kleur. En, deze kan ik denk ik ook wel verven. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken, maar het is fijn. En deze wil ik dan een beetje terrapink. Dat is deze. Die. Wacht. Deze. Dus die ga ik even openmaken. Deze kleuren trouwens. Oh, echt grappig. Oké, ik ga roepen. Wacht. Ja. Dit is de kleur. Ik vind hem echt mooi. Wel een beetje donker, maar echt pretty. Oké, ik ga verven. Dus dit. Maar ik ga denk ik wel eerst op deze een prime coat doen. Oké, ik ben tot nu toe best tevreden. Ik zal kijken of ik het meer in het licht kan zetten. Dit zijn de kleuren. Ik heb die wat lichter gedaan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje licht op beeld overkomen. Echt heel licht. Kijk nou. Nou, het is veel donkerder. Zeg maar deze, die kleur, zo zijn die kleuren. Het lijkt echt licht. Maar oké. En deze wil ik toch wit schilderen. Hey, deze lijkt... Dit is groen. Ik weet niet of je het kan zien. Deze wil ik wit schilderen. Deze zijn een beetje terracotta. Die is iets donkerder, lijkt wel. Maar dat komt omdat er ook een donkere laag overheen zat. En deze ga ik dan wit doen. Dus dat ga ik met deze doen. En dat ga ik met deze kwast doen. Ik heb geen andere. En deze ga ik straks in het water zetten. Oké. Dus dat. Ja, ik ben best tevreden. Maar ik zat erover na te denken. Want dat zag ik bij een andere YouTuber. Kayen Tilton, echt een heel leuk mens. Of Kayen Wolfgang heet ze nu. Maar zij
had zeg maar iets van soort van om structuur te creëren, deed zij zand eroverheen of zo. Of met zand mengen of steentjes. Ik weet, nee, niet met steentjes, zand of zo, dacht ik. Dus dat moet ik even opzoeken, want dan heb je echt structuur erin. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ja, dus dat. Nou, ik kan me niet zo heel goed zien, maar dat maakt even niet uit. Maar het is vandaag is het donderdag. En ik heb dus net dit allemaal geverfd. Wacht, misschien zie je zo beter de kleur ietsjes. Dus vaasjes en watten kaashoudertjes. En nog dit witte lelijke en letter van 2010. Nee. Maar dat is. En ik heb een nieuwe monstera plant. Ik zal hem even laten zien. Deze gekocht bij een winkeltje. En ik vind hem echt. Dit blad. Dat viel echt op. Dat was echt de aantrekkingskracht van deze. Of de, dat. Waardoor ik hem waarschijnlijk heb gekocht. En ik heb een pot en hij is nog steeds naald. Terwijl het echt meer dan een week geleden is. Maar dat is oké. Okay. Oh, stil scherp. En ja, dat dus. Ik vind hem echt leuk. Dit was dus de eerste kleur die ik had. Maar dit is dus een beetje grijsachtig wit. Dus daarom heb ik crème gekocht. Het past beter bij de kleuren. Dus dat. Maar dat is wat ik vandaag heb gedaan. Vanochtend gewerkt en vanmiddag naar de gamma geweest. En naar de kringloop. Geverfd. En vanavond ga ik denk ik een boek lezen. En ik ga denk ik nog heel misschien even een video bewerken als ik daar zin in heb. Maar dat was deze video. Dus zeker een duimpje omhoog. En abonneer hieronder op mijn YouTube kanaal voor meer van zulke soort video's. En ja, tot de volgende video. Doeg! Ik zie er een appetit, toch?